Hallo Ali op je motherfucking beeldscherm, ik ben hier met Mitch, net een battle gehad, een freestyle battle tegen Kama. Hoe vond je het gaan? Ja, het was mijn eerste, dus ik vond voor de eerste zeker heel erg goed gaan. Ja. Dit is een battle waar iedereen al een tijdje op wacht, maar we hadden hem eigenlijk geschreven verwacht. Is voor jou extra dope dat het nu een freestyle is? Nou, weet je wat het was? We hebben natuurlijk al een geschiedenis, ik wou hem sowieso killen. Of dat nou freestyle is of geschreven, ja, als hij maar gekild wordt en dat heb ik gedaan. Ja. En hij vond mij niks en ik heb hem nu gekild, dus ik heb mijn woord waargemaakt, toch? Ga je me nog harder killen als jullie een keertje een geschreven battle hebben? Ja, natuurlijk. Dit is gewoon uit mijn hoofd. Moet je nagaan waar ik in toe in staat ben als ik gewoon schrijf. Ja, precies. Voor de battle begon, kwam Kama heel even naar je toe en fluisterde hij wat in je oor. Wat zei hij? Ik snap het. Ik snap het? Hoezo? Ja. Ik snap het niet. Ja, ik snap het half. Alright, is cool. Mitch, gekild, gewonnen van Kama. Vind je dat dit vaker moet gebeuren, deze freestyle battle? Ja man, ik vind het fucking dope. Het is een heel oud concept van rap, maar het is wel echt giga hard. Shout out naar Mitch man.